Na vernomen te hebben dat het kabinet van de president niet beschikt over de nodige werkattributen, hebben ondernemers het op zich genomen om een donatie te doen. Directeur Reza Amirkan van de onderneming Sharefa is de eerste die namens drie bedrijven bureaumateriaal heeft overhandigd aan het staatshoofd. President Chandrika Persat Santokhi nam de gesten op vrijdag 24 juli 2020 in ontvangst. Ik ben Amirkan, ik ben hier als directeur van handelsonderneming Sharefa. En we zijn natuurlijk gekomen omdat wij hoorden dat er wat spullen nodig waren, hebben we als drie bevriende ondernemers wat zaken bij elkaar gezet. En drie bedrijven, waaronder Smart Connection en Aftron, hebben wij 3x laptops en 2x desktop en 2x printers compleet nieuw gemeente doneren aan de president voor het kabinet. Oké, bedankt, geweldig. Dit is de reactie die we gehad hebben vanuit de samenleving nadat wij geconstateerd hadden dat er geen werkattributen waren op bepaalde afdelingen op het kabinet van de president. Hebben we een spontane reactie gezien. Zeker 4 bedrijven hebben zich aangemeld dat ze ons willen ondersteunen. En dit wil ik benadrukken, omdat wij altijd gezegd hebben, we gaan de problemen in het land samen oplossen. Samen hebben we strijd geleverd, samen gaan we oplossen. Het tweede wat we gevraagd hebben, de crisis is heel ernstig. En we vragen een stukje ondersteunen van de samenleving bij de aanpak van de crisis. We vragen een stukje solidariteit, we vragen een stukje offervaardigheid. En dat is wat jullie doen, op basis van een stukje vrijwilligheid. Dat waarderen we ten zeerste. Het gaat erom namelijk dat we geen tijd willen verliezen en dat we, zoals we beloofd hebben aan het volk, elke dag hard willen werken. En daarvoor hebben we ook hulpmiddelen nodig. Dus de hulpmiddelen komen op tijd aan en de hulpmiddelen zullen zeker ingezet worden om de samenleving te kunnen dienen. Om ook het arbeidsproces hier op het kabinet ook mogelijk te maken, maar meer nog, dat deze middelen kunnen bijdragen aan het beleid, ondersteunen van het beleid, dat we aan het voeren zijn en zie daar wat jullie beogen ook, namelijk goede samenwerking tussen de overheid en de private sector, dat waarderen we. Ten eerste, namens personeel van het kabinet wil ik bedanken voor deze gesten en ik hoop namelijk dat dit navolging kan krijgen. Inmiddels hebben we al ook van andere bedrijven al bericht gehad. Maar alvast aan jullie als eerste bedrijf dat ze hier aan dit. Ja. Wil ik zeer veel dank zeggen namens het personeel van het kabinet van de president. Dat wordt overgedragen aan het personeel van het secretariaat. Zodat ze kunnen werken. En geleidelijk aan gaan we kijken welke afdelingen nog meer nodig hebben. Dus als er nog wat noodzakelijk is, dan vernemen wij dat en dan zullen we kijken hoe we met andere ondernemers daarop kunnen inspelen. Zeer veel dank. En nogmaals, we hebben nog andere momenten waar we nog overleg gaan voeren. Zeker. Samen met overige ministeries naar de private sector. Prima. Dan kijken hoe die samenwerking structureren. Wensen wij u alle succes verder met Thank you. Alle werkzaamheden van u. Thank you.